Γιατί στα καρκινούκο στη τσαπάσι τζο. God is dood en de mens is een machine die gerepareerd kan worden. Het was de Russische wetenschapspropaganda die de wereld in 1928 schokte met het beeld van een buiten het lichaam kloppend hondenhart. Een serieus experiment, maar macaber propagandamateriaal. En dat was nog maar het begin. De Russen hadden ook een primitieve hartpomp gebouwd. Hiermee konden ze in een afgesneden hondenkop de bloedsomloop herstellen. Als ze de hond met een veertje kietelden of met een hamer op tafel sloegen, leek het wel of die reageerde. De meest waanzinnige claim van de Sovjets was dat een van al zijn bloed ontdane dode hond na 10 minuten weer tot leven gewekt kon worden. Na een weekje tedere verzorging liep het dier weer vrolijk rond. Maar dat bleek eerder een wonder van de filmkunst dan een wonder van de geneeskunde.